Hey, hallo. Welkom bij weer een filmpje van Creations bij Ulan. Vorige week had ik een hartstikke leuk weekend. Het creatieve verwen weekend van Jackie. En we moesten allemaal een shoebox swap maken. Nou, de meeste, of tenminste iedereen had een kaart. En zoals jullie weten, ik ben niet zo van de kaart. Ja, ik vind kaarten wel leuk. Maar ja, de bedoeling is dat je dus in je doos een bepaald aantal zakjes hebt zitten. En dan moeten de mensen jouw kaart namaken. Nou, ik had bedacht, jullie mogen je eigen swap maken. En nou, dit is het geworden. Jullie hadden hem eigenlijk online al gezien. En jullie willen graag weten hoe ik dat gedaan had. Nou, ik had van deze leuke flesjes online een keer ergens besteld. En daar had ik van deze mooie stickertjes op zitten. En dat had ook met koffie te maken. En erin zaten van die heerlijke chocoladeballetjes. Dus dit is wat ik ze had laten maken. En ik kreeg de vraag van jullie. Van, goh, Jolande, we willen graag dat namaken. Want het is hartstikke leuk idee. Dus flesjes bij een of andere goedkope online winkel. Nou, wat zat er in mijn doos? Schoenen doos. Plastic doos had ik. De Wink of Stella. Twee kleurtjes blends om het in te kleuren. Een stukje designer serie paper. Een hartje. En ik had van tevoren dus alles al gestempeld. En er zat in een stukje bruin cardstock. En de pons. Nou. Oh, en ik had de teksten had ik dus ook allemaal al. Ik had alles al voorbewerkt. En we waren met z'n 18e. En ik had er 20 in gedaan. Dus, en het voorbeeldje. En eentje extra, want je weet nooit. Dus dat moesten ze van mij maken. Nou, ze hadden nodig een stukje cardstock, zei ik al. Dit is gewoon de hele lengte van het cardstock. Dat is 29,6. En een stukje van 7 centimeter. Dus 7 centimeter maal de hele lengte van het cardstock. En dat moesten ze gaan rillen. En ik had het kladje. Ik ben altijd zo iemand die zo'n kladje dan heeft. En dan bedenk, oh nee, iets breder is mooier. Dus dit is mijn kladje. Dat moesten ze rillen op. Nou, ik leg hem even hier neer. Hè, dus dit ga je rillen op 3,5 centimeter. Zo, even netjes zorgen dat het hier tegenaan ligt. 3,5 op 9. Op 9. Op 12,5. En op 18. Lekker mijn hele bureau met alles vol liggen. En op 18, zei ik. Nou, dat was alles eigenlijk. Dus stukje 7 centimeter bij 29,6. Rillen op 3,5, op 9, op 12,5 en op 18. Nou, dat was eigenlijk alles. Nee. Zo. Dan was het de bedoeling dat hier een cirkel werd uitgeponst waar het flesje in kon. En wat ik altijd doe, moet nog even een lineaaltje hebben, om het midden een beetje uit te mikken, is gewoon even een kruisje zetten. Dat ik weet, oh, daar ongeveer is het midden. Dan hoop ik dat ik de goede pons nog hier had liggen, want volgens mij was dat ook de juiste, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet, maar zo te zien wel. Dus ik zet altijd even een kruisje hier neer. En dan probeer dat netjes. Nou, wel krap aan. Even kijken of dit wel klopt. Ik heb alles al weggegooid wat erin zat. Ja, volgens mij past het wel, zie je dat? Nou, zal toch het juiste zijn geweest. Of ik heb net niet goed gerild. Dat kan ook natuurlijk. Val ik ook gelijk weer door de mand. Dus probeer het kruisje zo in het midden te houden. Ja, blijkbaar wel. Hier komt zometeen, oh, nou zie. Je lekkers in. En dan ga je gewoon even netjes rillen. Even zoeken waar ik mijn vouwbeen heb. Oh, in dat doosje. Ik had ook nog andere leuke flesjes. Die waren wat kleiner. Maar ik kon niet zo snel bedenken wat ik daarin wilde doen. En ik had deze leuke stickers had ik online gevonden. Ik denk, ja, hoe ga ik dat nou? Ja, dus toch maar voor deze gegaan. Nou, heel simpel. Dit lijm je hier op vast. En dan zie je dus nu al dat je de basis
al klaar heb. Dus je lijmt dat netjes op deze rillijn vast. Er zat er ook een stukje designer serie paper zat erin. En er was een stukje voor hier en voor de voorkant. Dan had ik net hier een liniaal. Ja. En dat had ik precies uitgemeten. Dit was inderdaad 3,5. Dus dit stukje zal 3 geweest zijn. Dus die snijden we dan nog even op 3 centimeter. Zo. Dus dit komt hier aan de voorkant. En het andere stukje komt hier. Ik wilde er eigenlijk koffieboontjes in doen, maar dat werd een iets te dure aangelegenheid. Het moet natuurlijk ook leuk blijven, hè? Kijk, hoef je de 1 of 2, vind ik dan niet zo'n ramp. Maar ik moest er sowieso 18 voorbereiden. En dan vind ik dat gewoon, zeg ik heel eerlijk, dan wordt dan te veel. Oh, ik mis de hot cocoa. Waar is die gebleven? Niemand de deur uit. Nou, weet ik niet. Nou, in ieder geval. Hij komt uit de set More Than Autumn. En ik had hot cocoa gebruikt. Ik heb de slagroom gebruikt. Ik heb het bekertje gebruikt. Dit heb ik gebruikt. En ik heb gewoon een hartje geponst. Dus, maar goed, dit is eigenlijk op dit moment een van mijn favoriete stempels. Zeg ik heel eerlijk. Dus blijkbaar heeft iemand, of er is wat gevallen, ergens zo, een beetje lijm erop, het andere woordje laten vallen of zo. Dan zat hij niet meer in het kitje, maar dat geeft niet, dit lukt ook. Dus we gebruiken gewoon, kijk. Dat komt hier, dan is dit zo de basis. Dit zet ik dus vast. Met een flink stuk dubbelzijdige tape. Wat heb ik hier? Zodat hij in ieder geval in mijn doosje blijft staan. Dus hè, net als deze. Je kan hem gewoon vastpakken. Er gebeurt niks. Die vouw ik gewoon even een aantal keer dubbel. Omdat hij een holletje heeft aan de onderkant. Mocht je het je afvragen waarom ik het 3-dubbel doe. Je kan het gewoon met van alles doen natuurlijk. Zie je, hij had hier een holletje. Dus even kijken. Leuk bloemetje met koffieboontjes naar de voorkant. Die zet je dan hierin vast. Dan druk je even aan. Nou, ik had... deze heb ik nog niet uitgeknipt. De slagroom, die had ik gedaan met de Wink of Stella. Dan hoop ik dat hier nog wat in zit. Kan zijn dat hij helemaal op is. Het valt mee. Want die had ik dus in mijn doosje gedaan waar alle swaps in zaten. Om gewoon toch met even iets extra's te geven. Ik had ook, wat ook leuk was geweest, met puff kunnen doen. Dan heb ik hier... Zo, dit even een beetje opruimen. Hier heb ik ze liggen, de blends. En wat had ik gebruikt? Ik heb light and dark crumb cake gebruikt. Dan gebruik ik altijd graag de dikke punt. Ik weet niet hoe ze eruit zien. Oh, het valt mee. En dan kleur je het gewoon in. Ik begin altijd graag met donker. Maar ook dat is heel persoonlijk, hè. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Zo. En dan ga ik altijd gewoon met het lichte eroverheen. Nou, super simpel. Oh, nou kijk, dat bedoel ik dus. Die doet het niet meer. Die kan in de prullenbak. Deze hou ik even apart. Volgens mij heb ik nog een extra setje hier. Crumb Cake Light. Ja, deze was dus leeg.
Geen ramp. Kijk, en dan ga ik altijd gewoon nog even extra gewoon hier over deze grens heen. En dan valt dat niet meer zo op. Je kunt natuurlijk ook de witte blender hiervoor gebruiken, hè. Zo. Dan gooi ik deze gelijk in de prullenbak hier onder me. En dan had ik er straks een rood hartje. En had ik hele klein. Wisten jullie dat? Dat ze hele kleine dimensionals hadden bij Stampin' Up. Super handig. Als je dus kleine dingetjes wil plakken. Zo. Nou, het hartje. Je kunt dus ook iets anders leuks uit de set doen, hè. Je kunt ook nog iets van een rietje erin doen. Of net wat jij leuk vindt. Nou, ik wilde graag in het midden van het hartje een blinksteentje. Oh. Zo. Even aandrukken. Deze mag hier. Oh, natuurlijk is het slim om even eerst een randje te doen met lijm. Achterkant van je bekertje waar de slagroom achter moet. Wel slim. Want dat vond ik juist zo leuk. Zo. Even kijken dat hij een beetje recht zit. Ja. Maar hij kan er ook nog voor eventueel. Dat is net wat jij leuk vindt. Een beetje lijm. En dan kwam dit op de voorkant. Zo. Dan had ik hier nog zo'n leuke. Ik kan er even niet opkomen. En die moet nog even uitgeknipt worden. Dan had ik hier een schaartje. Maar dat was niet mijn schaartje wat ik altijd graag gebruik. Zo. En ook die had ik ingekleurd met de blends. Dan weet ik niet meer of ik het midden eigenlijk ook uit had. Of dat ik... Ja, in het midden had ik ook uit. Nou, oké. Okay. Zo. Dan gaan we die nog even snel inkleuren. En in die leuke set. Zo. In die leuke set zitten ook gewoon hartstikke leuke teksten. En wat had ik gebruikt? Discalls voor. Nou ja, nu heb je dus chocola. Maar goed, je kunt natuurlijk allerlei leuke teksten gebruiken. Nou, deze kleuren we nog even in. Jammer dat de punt nou weer zo beschadigd is. Ja, ik leen nooit zo graag mijn spullen uit, zeg ik heel eerlijk. Daarom had ik van tevoren ook alles al gestempeld en gestanst. En dan vaak gaat per ongeluk, maar dan krijg je het ja, toch weer anders terug. En daar is het gewoon te duur voor, zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar dat weten jullie ook wel. Zo. En er zaten er ook nog touwtjes in, maar die zitten nu niet meer bij. Dus we pakken gewoon een touwtje. Zo. Kijk. Dan hoop ik dat ik een lang genoeg touwtje gepakt heb. Die komt dan nog hier tussen. Blijft soms gefriemel, hè. Maar dan maakt het juist leuk, toch? Even kijken. Zo. Proberen we hier nog een strikje van te maken. Ik doe er eerst een knoopje in. Dan zie ik dat ik wel een vrij kort touwtje gepakt heb. Maar gaat vast lukken. Dan mis ik het uiteinde. Oh, die zit hier. Nou, hup, hup, hup. Nou, oh, kijk. Touwtje. Hij hangt een beetje los, hè. Dat is gewoon ook de bedoeling. En wat ik gedaan had ook, was hem toch even vastgezet weer met een glue dotje. Zodat hij op de juiste plek zou blijven zoals ik hem bedacht had. Dus ik plak dan hier gewoon even een glue dotje. En dan plak ik dat zo vast. En dan had ik die leuke
tekst. This calls for warme chocomel. Nou, knippen we schuin af. Nou, ik hoop dat jullie dit ook weer een leuk ideetje vonden. Heb je vragen? Wil je dingetjes weten? Wil je dingetjes bestellen? Kun je me altijd even mailen op creationsbijlan@gmail.com. Zo, deze doen we nog even hierop. Dit zijn die fijne, hele kleine mini glue dotjes. Laat ik even kijken hoe ik dat ga doen. Zo. Die komt gewoon zo. Kijk, oh. Oh, donut was het. Dus het kon er niet op komen. Zo. Dus dit hangt gewoon zo hier. En hij blijft dan op de plek, omdat hieronder zit dus gewoon een glue dotje. En de gebruikte materialen, hè, die komen dus uit de stempelset More Than Autumn. Gewoon super leuk. En ook op deze manier heb je dus weer een leuk cadeautje. Nou, dankjewel weer voor het kijken. Tot het volgende filmpje.